daar wel onze accu, die hebben we allebei vervangen. En toen werd van 25 naar 5 gereden, 10 minuutjes tijd. 1 ronde te kort, dan kun je 4 kunnen pakken, maar al met al tevreden. Dus tweede race, nou goed geweest. Hey, en Amir, hoe is jouw race gegaan? Het was heel goed moeilijk. Hoe kwam dat? De ronde ging iedereen mij voorbij door een remfout. Ja. Mezelf geremd. Kon ik nog terugvechten naar de 14e plek. Er waren er nog 2 voor me, die waren iets minder snel. Dat kon ik nog hebben naar mijn idee, alleen ja, ik kon er niet voorbij. Dus dat was helaas. En ja, kijk voor de volgende wedstrijd. En wat is je doel voor de tweede wedstrijd? Gewoon in de top 10 eindigen en dan ben ik tevreden. Top 10. Dan gaan we voor, hè. Zullen we een sfeerimpressie maken van Team Erpo? Jazeker. Ja? Nou, we zijn aanbeland bij Team Erpo. Het top 10 van Kat voor Fun. Alles goed, mannen? Ja. Ja, 25 naar 5. Ja. Volgende match van 5 naar 1. Ja, je reed wel hartstikke allemaal. Ja. Verbaasd, die Belgen rijden weg, die zien we niet meer terug. Dus race 2 van 2 naar 1. Dat is wel mijn steek, ja. Ja. Als die start maar goed is, dan gewoon een halfbaan wegrijden. Gast. Zijn er nog dingen die jouw engineer moet veranderen aan de setup van de kart? Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Oh, hij is goed. Moet zelf. Motor loopt goed. Motor loopt goed. Iets rustiger zitten, iets rustiger rijden. En dan ook iets netter. Laat het weten. Als ik maar weg kan rijden. Helemaal top. Niet langs. Dankjewel. Niet zo geheimzinnig opgesteld? We zijn absoluut niet geheimzinnig opgesteld. We stellen ook absoluut niet de waarheid, maar ja, dat is gebruikelijk in dit wereldje. Ja, dan moet je zelf wel aanpassen, hè? Ja, nou ja, je pas je aan aan de omgeving waar je in zit, hè? Ja. Dus, ja. Maar heeft het een beetje naar mijn zin vandaag? Ik heb prima naar mijn zin vandaag. En de problemen zijn opgelost, bleek dus inderdaad de kabel boven te zijn. Of de accu. Of de accu. Maar we hebben allebei gewisseld. Kijk, ik moet zeggen dat het resultaat gegeven. Een hele mooie race te zien om achteraan te starten en als achtste binnen te komen. Dankjewel. U bent van mijn team van Montfort? Nou ja, dat staat op mijn borst, op mijn lucht. Ja.
Jullie zijn actief in welke kampioenschappen? Wij zijn actief in het Karting kampioenschap. We zijn actief bij de Gono. We zijn actief bij de BNL Challenge. Kijk eens aan. Het is een heel druk seizoen nu. Nou ja, het wordt nu even een druk seizoen. We hebben een heel rustig seizoen achter de rug in het voorjaar. Omdat natuurlijk niet of nauwelijks gereden werd. Er kon ook heel weinig getraind worden. Ja. En we zien nu dat de organisatoren toch wel een beetje proberen de wedstrijden in te halen. Dus het najaar wordt een druk najaar, gelukkig. Ja, gelukkig wel, ja. Kunnen we vol tegenaan. Vol er tegenaan. Volgende week trainen op Kerpen. Volgende week trok de wedstrijd op Kerpen. Dus heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. In ieder geval veel succes voor vandaag. Dankjewel. Graag gedaan. Dank.